Net als vorig jaar hield Club Kaas ook dit jaar de eindejaarsborrel in de telefooncentrale. En daar was een goede reden voor. De borrel werd gecombineerd met de opening van de nieuwe spectaculaire Graham Bell-zaal. Het gave is dat u zich op dit moment in een van de meest mooie en bijzondere gebouwen van Nederland bevindt. Als u dat nog niet wist, zeg maar even, dat is echt zo. En dan bevindt u zich op dit moment, zeg maar even, in de allermooiste nieuwe zaal van Nederland. En die staat zomaar in Alkmaar. Naast het opsnuiven van de high-tech sfeer van deze zaal was de borrel natuurlijk een uitgelezen kans om weer eens flink te netwerken met andere creatievelingen of juist om contacten te leggen met vertegenwoordigers van andere disciplines. Eigenlijk wat je probeert te doen als regio, als stad, en je probeert je kracht samen te ballen. Daarvoor heb je aan de ene kant gebouwen nodig, fysieke dingen hè, waar je fijn in kan voelen. En je hebt mensen nodig, organisaties, die zorgen voor de ontmoeting. We hebben eigenlijk, we moeten de spontaniteit moeten we organiseren. En dat doen elk op een eigen manier, telefooncentrale en Club Kaas. En waar die twee werelden bij elkaar komen, ja, daar ontstaan mooie dingen. Want als je ziet wat er aan kantoorruimte in Nederland leeg staat, en als je dan bedenkt dat je met zo'n vernieuwend concept deze invulling en deze creativiteit teweeg brengt, dan zeg ik, jongens, het zit hartstikke goed met ondernemend Alkmaar, met jullie als ondernemers. Van harte gefeliciteerd.